Hallo allemaal en welkom bij deze kerstspecial van Babbel. Mijn gast van vandaag is super leuk op TikTok, super bekend op TikTok. En ik weet dat ik hem een paar jaar geleden al zag op TikTok en dat ik heel erg verliefd werd op zijn air. Ik kan er niks aan doen. Hier is mijn gast van vandaag, namelijk Stijn. Tadaa! Jij bent mijn Babbel-app gast. Ja. Wat leuk. Hoe leuk. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb ook heel veel honger eigenlijk. Ja, ik ook wel. Ik heb mijn kerstmuts er klaar voor. Echt leuk. Ja. Wil jij misschien even aan de mensen thuis vertellen die jou niet kennen, wie jij bent, wat je doet? Ja, ik ben Stijn Saman, officiële naam Krijn Cornelis. Wat? Ja. Op mij, ik heet nergens Stijn, behalve in het hoofd van mensen. Op mijn idee staat Krijn Cornelis, dus dat is superleuk. Ik ontarm het steeds meer. Ik kom uit Zeeland, vandaar de R. Ik ben 18 jaar oud en ik maak al sinds mijn 15e, denk ik, of net 16, filmpjes op TikTok. Ik geniet er intens van. Jullie moeten echt even kijken. Oké, ik denk dat het even tijd is om te gaan vertellen wat jij gaat maken. De hap van de gast. Ik ga een gespecialiseerde kerstquiche maken met blauwe kaas en mini courgette, was het zeker? Nee, die zijn niet te krijgen. Nee. Dus we maken de courgette zelf mini. Ja. Met een mes. Dat kunnen wij. Ja, dat kunnen wij. Super lekker. Kerstboomquiche had ik hem genoemd. Ja. Vind je dat een goede naam? Kerstboomquiche, zeker. Ja? Ja, dat is het ook. Ja. Komt een kerstboompje op. Ja. Ja. En waarom heb je deze gekozen? Ik hou gewoon van dat soort dingetjes met kaas. Ja. Ik vind het zo lekker. Ik ook. Ik ben heel gewoon benieuwd. En het doet me denken aan feestdagen en gewoon lekker warm. Je kan het dus voorbereiden. Ja. Dat is super chill. Ja, en er zijn heel. Ik ben vegetariër en al die gerechten zijn altijd heel gewoon alsnog lekker zonder dat. Ja. Nou, dan gaan we eventjes aan iedereen vertellen wat de ingrediënten zijn. Als eerste hebben we 2 rode uien, 2 tenen knoflook. Dit zijn er 3, maar. Het zijn 3 bollen. 3 L milde olijfolie. Weet je wat L is? Nee. Eetlepel. Oh! Ik denk wel, jij noemt dat gewoon L. 3 L. Dat is hip. Maar je hebt ook L'en. Wat toch? Is dat? Een L, dat is ongeveer dit. Oh, dat is veel olijfolie. In lengte. Ja, dat is het wel bijna hoor. L. Ja, ik dacht eerst, misschien ben ik zeg maar oud en is dat toch het woord voor 18-jarigen, de ja, L? Studenten zeggen geen eetlepel, we zeggen L. L. Nee, oké. Okay. Een halve theelepel chilivlokken. 270 gram vers bladerdeeg. Oh, hier word ik altijd zo gelukkig van dat deeg in een verpakking. Nou, ik heb dus speciaal voor jou het luxe gedaan door rond deeg te kiezen. Ken je dat? Nee. Ja, ik denk als we dit eruit halen, is het al helemaal rondje en hoeven we niet meer zo te vouwen en zo. Oh. Ik vond het helemaal fancy. Wat een luxe. Leuk, hè? 10 gram peterselie. Ziet er meteen lekker uit met die kruiden. Ja, ik vind het allemaal heel esthetisch. Ja, ik ook. Een esthetisch hoopje daar zo. 5 witte eieren. Waarom het witte moeten zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. Maar het ziet er wel mooi uit in het schaaltje. Ja, in het esthetische beeld. Ja, ja, ja. Dan 230 milliliter verse slagroom. De koning van het alles. 175 gram blauwe kaas. 150 gram courgette. In het originele recept staat mini courgette, maar dat skippen we eventjes. Dus we gaan deze gewoon hakken. En 5 cherry tomaatjes. Lekker! HDP. Ja, dat waren alle ingrediënten. Leuk! Ja. Dan gaan we nu naar de how-to. Oké, de oven moet op 180. Ja. Dan moeten we de ui en de knoflook gaan snijden. Daar zit wel tegenop. Ik ga altijd heel erg huilen van ui. Oh, zal ik de ui doen? Huil jij niet van ui? Nee. Niet? Ui halverinnen. Haha. Wat doe jij? Ja, dit moet er toch af. Oh, dat doe jij heel netjes. Ik ben echt een uiverspiller. Oh, jij gooit gewoon die hele buitenste ring eraf. Nou, bijna helemaal. Misschien moet ik dat ook maar doen. Nou ja, dat is wel zonde hoor. Had jij trouwens nagedacht over een gouden kooktip? Mijn kooktip is eigenlijk denk ik gewoon een beetje voor studenten. Het is best wel als student heel makkelijk om gewoon gore dingen te gaan eten. Ja. Omdat het makkelijk is qua tijd en qua geld. Maar kom op, hè? Je moet wel je groentjes binnenkrijgen. Ja. Dus een pokeball, ideaal. Oh, ja. Zelf pokeball maken. Ja, en je kunt daar heel erg mee variëren. Je koopt gewoon zo'n pak. Oh, mijn ogen. Oh, ja? Ik heb dat dus echt niet. Oh, ik heb lenzen. Oh, dat is het. Jij wordt beschermd. Ja. Ja. Nee, maar gewoon, je kunt zo variëren erin. Je kunt de groenten erop gooien die je maar wil. Mm-hmm. Het is top. Het is top. Goeie tip. Avocado, love it. Dat
Het hoeft toch allemaal niet zo moeilijk te zijn? Nee. Nou, ik word echt emotioneel. Snap ik. Gehuilen van de ui. Ik vind het een goede kooktip, want dat scheelt ook echt veel geld met bestellen en zo. Ja, ja. En het is echt met een beetje sojasaus en een beetje sriracha mayo erover. Oh, lekker. Zo lekker, want ik hou wel van een beetje... Pit. Pitje ergens aan. Nou, ik heb nu een hele berg ui. Oh, we moeten ook de knoflook nog fijn snijden. Hou jij van knoflook? I love knoflook. Niemand zegt dat hij niet van knoflook houdt. Echt iedereen houdt ervan. Ik had het een keer, dan had ik bijna elke dag noedels met knoflook. Oh. En zijn moeder, je meurt zo uit je bek, dan moet je echt stoppen. Nee, maar dat is kant-en-klare knoflook uit zo'n zakje. Ja. Ja, dat is... Oh, mijn ex, gadverdamme. Oh, dat is niet... Dat is onmenselijk, die geur. Dat kan niet. Een soort marteling. En uw gevangenisstraf is... opgesloten zitten met iemand die knoflook uit een zakje eet. Moet die knoflook nou gesneden? Ja. Knoflook. Wil jij ook zo erop drukken? Nee. Kijk, dan is hij al heel veel stukjes en dan heb je echt veel sneller. Oh! Ja, en dan heb je eigenlijk in die lengte al best wel veel stukjes. Zie je dat? Wat slim. Ja, maar je kan het ook doen voor het schilletje eraf is. Dan gaat hij er ook makkelijker af. Ja, dat doe ik wel soms. Ja. Als het schilletje niet afgaat, even pletten. Ik zit wel met mijn vingers aan, dus waarschijnlijk ruften die echt de hele dag nu naar... Ruften? Ja. Ruften die? Ja, dan ruften ze gewoon naar knoflook. Ja. Is dat Zeeland? Zeeland? Ruften die? Ruften in Sparta. Zeeland? Zeeuws. Sorry. Zeeland. Ik weet het niet. Iets ruikt, iets ruft. Ik heb er nooit van gehoord, jullie. Laat het even weten in de comments. Ja, dit is leuk. Zeg jij, ik ruft als je iets ruikt... Maar het is meer van, oh, het ruft. Het ruft, het stinkt. Ja. Ja, ik snap hem. Oké. Okay. Ik vind hem best logisch. Lekker. Ja, oeh. Oh, vind ik heerlijk. Oké, wat we nu moeten doen is het bakken in een pan. Helft van de olie in een koekenpan. Oh, en dan de ui, de knoflook en de chilivlokjes erin. Ja. Dus dan moeten we ongeveer 1,5 eetlepel in. Ik denk dat ik dat wel een beetje kan eyeballen. Ja, tuurlijk. Dat kan ik wel. Dat kan jij. Dat. Hups. Het is wel echt lekker veel om te roerbakken. Heerlijk. Oh, de chilivlokken moeten er nog bij. Een halve theelepel ga ik ook even een soort eyeballen. Gaan we dat gewoon door het ui-knoflook mengsel heen gooien. Oh, laatste beetje knof. Kijk je dat vroeger, knofje? Ja. Dat was zo leuk. Dat was zo leuk. Nu gaan we aan de slag met het bladerdeeg. Oh ja. We moeten gaatjes in de bodem maken met een vork. En de peterselie fijn snijden. Aha. En dan moeten we het samen met de eieren, het slagroom, de blauwe kaas en peper staafmixen. Ah, dit is 10. Perfect. Ik ben de peterselie echt aan het mishandelen, jongens. Het is... Oeh, lekkere staaf hoor. Sorry. Oh, kijk nou hoe makkelijk. Wil jij het doen? Ja. Ik vind het leuk hè, om dingen te doen. Ik vind deeg heel leuk. Ja, okay, je mag alles doen. Deze prachtige peterselie. Okay. Ik hou ervan als mensen het leuk vinden. En dan zachtjes drukken. Oh, wat handig dat het rond is. Ja. Dan gaan we die even perforeren. Het wordt al lekker donker. Ik vind het helemaal goed. Ja. Ik denk dat het al bijna 8 minuten is. Ja, ik denk dat misschien ook wel. Maar is het wel goed. Nu moeten we de peterselie samen met het ei, de slagroom, blauwe kaas en peper... staafmixer. Ja. Ik begin even met de eieren. Ik ben benieuwd naar jouw eibreeks. Dat lijkt mij een goede basis. Nog even. Nou, dat is ei 1. Dat is goed. Dus breken echt heel makkelijk. Misschien daarom witte. Ja, kijk nou. Dit is echt... Ze hebben een hele dunne schaal. Lekker. Nummer 4. Oeh. Zo. Ik gooi alvast even de peterselie erin. Allee, hop. Er moest... 230 milliliter slagroom in. Nou, dit is 500 milliliter, dus moeten we dat even maatbekeren. Veel slagroom trouwens. Bizar, ik doe nooit slagroom in mijn quiche. We hadden dus bedacht dat het heel leuk was om een hoekje over te houden als piek. Ja. Want in het recept deden ze een kerstbal als piek, maar dat vind ik toch minder leuk. Ja, want dat is geen piek. Nee. Nou, dit ziet er wel heel esthetisch uit ook weer. Vind ik ook. Op gevoel daar wat peper bij gooien. En dan kan het nu gestaafmixerd worden. Misschien even zo... Huts. Het is 1 glad geheel. Een glad geheel. We moeten het uimengsel op de bodem doen, dan de vulling erover en dan meteen in de oven.
Nice. En dan moeten we heel lang wachten. Dan gaan we champagne drinken. Heerlijk. Delicious. Zin in. Dus we pakken even het uimengsel erbij. Ja. Ik vind het echt leuk dat jij het allemaal zo leuk vindt om te koken. Ik merk het echt aan je. Ja, ik vind het heel fijn. Ja, dat je ook alles wil doen. Dat betekent dat je het echt leuk vindt. I love it. Ja. Yes, I do the cooking. Nou, de cleaning vind ik dan net wat minder. Oh, ik haat schoonmaken. Dan ga ik nu gewoon de vulling erin mieten. Ja, en dan gaat hij volgens mij al in de oven. Oeh, ja, dit wordt moeilijk spannend. Schenken, want dit is een best wel een lastige schaal. Ja, kan dit. Ja, oh, lekker zeg. Beetje in de rondte. Ik heb al helemaal zin om dit straks te gaan eten. Heerlijk. Oké, zal ik hem in de oven zetten? Ja. Daar gaat hij. Ah. Ja, ik vind het heel eng eigenlijk. Ja, als hij maar in je hand knalt. Hij mag nergens heen schieten. Ah, ik vind het... Ik ga gillen trouwens. Ah, sorry, het gaat vanzelf. Ik schrok ook. Ja, ik... Dit is niet voor mij. Ja, cheers. Ik ga nu denk ik 3 afleveringen champagne drinken. 3 afleveringen? Oh ja. Ja, want ik heb ook nog een oud jaar en een nieuw jaar. Oh ja. Lekker. Cheers. Cheers. Lekker. Heerlijk. Oké, okay, deze door de midden. Oeh. Ja. Deze kunnen allebei 2 nog door de helft. Ja. Kijk, nou, dat gaat best soepel. Ik vind het al op een kerstboom lijken. Ik ook. Ik vind het helemaal mooi. Ik kan nog wat leuks trouwens om aan de mensen te laten zien. Kijk. Deze vorm hadden ze bij de Action. Ja. Of stel, ik dacht je bent met weinig mensen of alleen. Kan je dus leuk voor jezelf het recept gewoon in 3 doen of in 4. En een leuk kerstboomkistje op deze manier. Heel schattig. Ja, toch? Vond ik ook leuk. Ah. Er is iets gebeurd, maar we vinden het leuk. Ja, het is ingestort, de rand. En hij moet dus tussendoor even uit de oven na 20 minuten. Omdat we nu de kerstboom erop gaan doen. Ja, de kerstboom gaan we maken. Ja. Oké. En dat doen we natuurlijk met de courgette en de tomaatjes. Ja. En dan omste beurt wit en groen. Ja. Zal ik dan jou spiegelen aan deze kant? Ja. Oh ja, cute. Lekkere dikke stam. Ik heb echt veel foute opmerkingen deze show. Ja, love it. Wel grappig dat het zo... Er zit bijna niks in qua vulling en toch is hij zo stevig. Ja, door dat ei denk ik echt. Bizar. Veel proteïne inderdaad. Ja. De nu ballen. De ding... Ja. Oh, die gaan we er gewoon opleggen. Als we die erin gaan drukken, dan vernielen we het echt. Ik ga 1 perfectionistisch ding doen. Oh. Want ik wil dat ze even lang zijn. Oh, oké. Okay. Zo. Ja. Ja. Stunning. Woehoe. En dan nu gewoon zo de balletjes ertussen. Ja, daar dan. Gewoon random ertussen, denk ik. Leuk. Mooi. Veel tomaat wel. Ja, veel ballen. God, jeetje, alweer. Dan ga je weer, hè? Nou, ik vind mooi. Het leuk. Nou. Leuk. En nu nog 35 minuten de oven in. Oké, okay. Gaat hij er weer in en dan gaan wij weer champagne drinken. Ja, absoluut. Ben je het al aan doen? Ja, dus mijn... Nou, ik ben echt zo... Dat had ik gevraagd. Neem je kerstmis mee en ga het werken. Ja. Nou, nu is het allebei gebeurd. Gebeurd. Hallo. Ja, daar zijn we weer. Ik ga eventjes de quiche uit de oven halen. Ik wijs nu maar mijn vingers. Het is trouwens inmiddels waarschijnlijk veel donkerder. Een andere belichting. Maar we hebben net ongeveer 1 uur lopen kletsen. En het was een soort podcast. Ja, bijna een podcast. Hè? Ja. Ach ja, was leuk. Ja, willen jullie een podcast, hè? Ik wil een podcast. Ik wil ook een podcast. Het was, ja, het ik was heb echt een goede podcast. Het was een hele goede podcast. Jullie hadden ervan gesmuld. Nou, het was echt goed. Ja. Ja. Maar, door naar Lucky's. Ik ga hem even uit de oven halen. Oh. Oh. Beeldig. Het kan dat ik iets drukker ben nu dan net. Hoe zou dat nou komen? Dat zou kunnen. Maar kijk, oh, even aan de camera. Ja. Wauw. Wacht, even omdraaien, dan krijgen jullie helemaal de wat leuk. Boom. Kijk nou. Ja, maar ik ben ook zo benieuwd hoe die smaakt. Ik ook. We kunnen hem al snijden, hij moet nog eventjes toch rusten. Ja, zo. Ik denk dat hij even moet afkoelen. Dan kunnen we iets anders gaan doen. Kijk, er staat hier, je moet hem 15 minuten laten staan. Oh, oké. Okay. Nou, dan doen gooi... we dat. Dan leggen we hem even hier. Ja, en dan kunnen wij in de tussentijd iets heel leuks doen. Namelijk... leuk ja. Zijn die, hè? Ja, heel leuk. We gaan door, niet naar de kookwekker, zoals we dat normaal kennen, maar naar het kerstklokje. Woehoe, kerstklokje. Twerk, twerk, twerk. Ja. In mijn vorige afleveringen had ik dus dezelfde vragen voor iedereen. Maar ik heb nu speciaal voor jou alleen een andere vraag, maar ik kon niet kiezen, dus ik heb er echt heel veel. Wat leuk. Beschrijf jouw ideale kerstdiner en welk gerecht daarbij niet mag ontbreken. Oh, ja, mijn ideale kerstdiner is denk ik allemaal een soort kleine dingetjes. Een beetje een soort shared dining. Ja. Dus ik denk gewoon plaats met sushi en zo. Oh, lekker.
Heerlijk. Allemaal soort kleine hapjes. Ja, gewoon lekker veel hartige dingetjes. Gewoon met kaas. En met wie? Met wie? Wat zie ik voor me? Ik denk al mijn goede vrienden. Ja. Gewoon bij elkaar. En gewoon lekker wijntje erbij. Ja. Gewoon lekker kaasjes. En gewoon lekker ontspannen. Ja. Geen stress. Ja. Ja. Vrienden, eten, drinken. Ja. En wat komt er met kerst echt jouw neus uit? Ja, ik denk eigenlijk niks. Nou, het weer. Oh, vind je dat niet gezellig? Zou je een zomerse dag willen? Nee, geen zomer. Ja, ik wil graag sneeuw. Ja, dat snap ik. Maar dat is er nooit. Dus nee. Dan denk ik, het lijkt me zo heerlijk om naar binnen te zitten met zo'n hele berg sneeuw. Ja, ja, ja. Maar dat ontbreekt altijd. Dus dan denk ik, ja, verdraai het. Ja. Zitten we weer. Ik heb wel met kerst dat het altijd maar met vlees moet zijn en zo. Bij heel veel mensen. Oh ja, dat had wel een goed... Ja. Ja, inderdaad. Ik ben natuurlijk vegetariër, dus gourmetten hoeft van mij niet per se. Dat gourmetten met al dat vlees, dat is heel gezellig, maar voor mij hoeft het niet. Ik hou sowieso niet echt van gourmet. Ik vind die stank en... Ik weet niet. Nee, ja, nee. Ja, ik vind het wel gewoon gezellig met de fam. Maar ja, dan denk ik... Als kerst met de fam. Kerst met de fam, gezellig. En dan denk ik, als we nou niet aan het gourmetten waren, dan was het net zo gezellig. Dus waarom... Dat gedoe met al dat vet. Nee. Wat is het meest memorabele dat je met kerst gegeten hebt? En wie heeft het gemaakt? Ja, ik denk toch weer ook die gourmet. Die komt gewoon weer terug. Ja, want wij gourmetten echt... Oh, jij bent een gourmetfamilie. Jij komt uit de gourmet. Ik dus niet. Ah, ik wel, ja. Ik heb al regelmatig gourmet met kerst. Maar echt een heel memorabel kerstdiner heb ik eigenlijk nog niet gehad in mijn leven. Oh. Ze waren allemaal heel leuk, maar wel hetzelfde. Jij bent ook nog jong. Ja. Voor mij, want ik zat te denken bij die vraag wat mijn antwoord zou zijn. En bij memorabel denk ik echt aan mijn oma, die is dit jaar overleden. En dan haar pasteitjes bijvoorbeeld. Oh ja. Die ze dan altijd maakte in Frankrijk, weet je wel? Ja. Wat maakte je vroeger op school bij het kerstdiner? Ik had geen kerstdiner op school. Nee, ik ben op een christelijke basisschool opgegroeid. Dus kerst is altijd heel erg van, dat gaat niet per se om de gezelligheid. Maar dat gaat dan meer omdat Jezus is geboren. Dus dan waren ze altijd nog een beetje soort terughoudend in wat gaan we dan doen. Oh, ik vond het zo'n leuke vraag juist. Ja, maar ik heb wel gewoon... Het is niet dat we niks deden. Worstenbroodje. We hadden de vier, of de weken voor kerst, hadden we dan advent. Oh. Dat was een uitkijken naar kerst. En dan deden we elke week een kaarsje extra aan. Oh, ja. Totdat het kerst was. Oh, leuk. Dat vond ik altijd heel leuk. Ja. En gewoon van die glazen potjes die je dan moest maken. En dan deed je... Een sterretje uit papier knippen en dan plakte je dat omheen, deed er een kaarsje in. Dat soort dingen, dat is echt leuk. Als ik daar aan terug denk, denk ik, dat is leuk, echt schattig. Ja. Basisschooltijd is echt leuk. Ja. Vind ik ook. Zo rustig. Zo... Heerlijk. Ja. Ik vond dat ook echt heel leuk. Hoe ziet je droomkerstboom eruit? Wel groen. Ik zie ook mensen met van die witte zilver, bomen. Zwart. Gewoon dat de blaadjes wit zijn. Gewoon heel groot en heel vol. Yeah. Zeg maar niet dat ik denk, waar missen de takken? Yeah. Gewoon een volle boom. Yeah. En wel met een beetje sneeuw erop misschien. Yeah. En gewoon mooie gouden soort linten. Eén kleurtint of alles door elkaar? Nee, niet, dat vind ik te druk. Yeah. Gewoon heel elegant. Dus niet zeg maar zoals dit. Hier hangt alles van door elkaar heen. Nee, dat zou niet mijn droomkerstboom zijn. Sorry, mijn ook niet. Sorry, kerstboompje. Het is allemaal eten en drinken. We love you. Oh, ja, inderdaad. Zien mensen me eigenlijk nog? Hij is zo cute. Dit is mijn favoriet. De aubergine. Ja, grapje. Oh, dat zit natuurlijk... Oh, nee. Kijk, we kunnen hem wel eventjes gaan draaien. Oh. Dit is dus een piek, blijkbaar. Vandaag. Kijk, nu hebben we wat andere in beeld. Wat leuk. Gezien, hè? Dit weten we al, hoe je vroeger kerst vierde met een gourmet. Ja, met een gourmet. Ja, en in de kerk. Oh ja, en liedjes in de zingen. Ja. Ja. Want ja, natuurlijk toch als kinderke Jezus, hè? Welke is het meest bijgebleven, welk liedje? Er is een kinderke geboren op aard. Zulke soort dingen. Ja, die ken ik ook allemaal. En er moest ook zijn, ik weet niet meer hoe die ging. En dat was dan over, er is een licht gekomen in Bethlehem. Oh, volgens mij ken ik die ook. Ja, opa was katholiek, dus wij deden altijd het kerstverhaal met kerst. Ja. En al geloof ik niet echt, vond ik dat alsnog heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. In de kerk werd het kerstverhaal helemaal verteld. En dan op zo'n zompige, sappige manier. Heerlijk. Dat Maria en Jozef dan op zo'n ezel zaten, weet je wel, richting zo'n stal. Ja, dat is toch altijd een leuk verhaal. Ja, ik ook. Ik wil dus, er ook inhouden bij mezelf voor later. Dat ik dat blijf doen. Ja, het is toch leuk dat je weet waar kerst ooit begonnen is, zeg maar. Bij welk verhaal het vandaan komt. Of je nou gelooft of niet? Precies. Gewoon een leuk verhaal. Ja. Same. Wat zou je doen als je alleen was met kerst? Want veel mensen zijn dat. En dat vond ik toch wel even goed om te bespreken. Ja, huilen.
Ja? Dat ik denk, ja, oh, ik moet er niet aan denken. Zou je er niet iets van maken dan? Of iemand opzoeken nog? Of? Nou, ik zou sowieso niet alleen willen zijn met kerst. Nee. Ik vind alleen zijn, dat vind ik wel erg. Ah, soms denk ik van even tijd lekker voor mezelf. Ja, maar met kerst? Nee, als ik denk, ja, allemaal mensen zitten nu samen en ik zit hier alleen. Kan ik me niet voorstellen. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, ik zat er dus aan te denken. Toen dacht ik, er zou eigenlijk nog meer voor moeten worden gedaan. Ik vind het eigenlijk heel erg als mensen alleen zijn met kerst. Ja, vind ik ook. Of met oud en nieuw. Ja. Heel veel mensen die gaan gewoon alleen naar bed met oud en nieuw. Oh, dat vind ik erg, hè? Ja, ja, en dan skippen ze het gewoon. Verschrikkelijk. Ja, ja. Wat zouden jullie doen? Ik ben daar echt benieuwd naar. Ik heb wel eens, je ziet toch van die films waarin mensen elkaar gaan helpen en zo, maar volgens mij gebeurt het heel weinig. Ja. Ik weet wel dat er een soort bepaalde, bijvoorbeeld ook waar ik nu woon, in zo'n organisatie die dan eenzame ouderen tijdens de feestdagen, ja, allemaal diners gaat aanbieden. Ja. Maar dan met z'n allen of zo? Of? Ja, allemaal eenzame ouderen samen, ja, zeg maar. Ooit zou ik dat willen doen trouwens. Zou ik gewoon bij mij thuis een, ja, iets willen organiseren. Alleen je weet niet wie je naar binnen haalt. Dat vind ik het lastige. Ja, ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik zou het heel erg vinden om kerst alleen, ja, te vieren. Het is gelukkig ook nog nooit gebeurd, maar nee, het lijkt me toch vervelend. Ja, ja. Ik vind het ook. Ik vind voor het iedereen die kerst alleen viert, kusjes. Ja, kusjes. Ja. De laatste vraag. Wat voor content zou je op TikTok maken als je de kerstman was? Oh, ik zou echt een soort... Ik zou live gaan naar zo... Get ready with me. Oh, get ready with me. Voordat ik in mijn slee stap. En dan ho, ho, ho. En dan mijn baard gaan kammen. En dan een storytime doen over dat een van mijn elfjes een pakketje verkeerd had ingepakt of zo. Kan je dit alsjeblieft gewoon echt gaan doen? Dit is leuk. Ja, met een baard. En dan hoi. Doe het. Ik weet jou niet van gestaged, maar dit is leuk. Ja. Ik vind dat jij met welke moet... stem? Met de Sinterklaas stem? Dag hoor. Oh, eng. Dag hoor. Oh, je hebt ook die R dan, met die duidelijke stem. Zo praat Sinterklaas. Oh. Ik vind Sinterklaas een beetje eng. Ja. Als ik echt zo'n verklede Sinterklaas van Kerstman zie, vind ik dat toch een beetje eng. Ja, je weet niet wie er is. Nee, met zo'n baard. Nee. Maar ik vind dat jij dit moet doen. Vinden, ja, jullie het ook? Doe een duimpje omhoog. Ja, doe een duimpje omhoog als je met de Kerstmis livestreams moet gaan doen. Ja. Als de kerstman. Dan gaat nu de wekker. Kling, klokje, klingelingeling. Kling, klokje, klingeling. Weet je wat we nu gaan doen? De taste test. De taste test. Finally. Wow. Oh. Wow. En dan moet zijn pik er nog op, natuurlijk. Ja. Wauw. Het is een pik. Mooi. Kijk nou. Dat is toch weer prachtig, hè? Dat zoiets dan toch weer tot ontwikkeling mag komen. Dat is zo grappig. Kerstpompies. Kijk. Kijk. Lekker. Oh, ik heb hier heel veel zin in. Mooi. Heel mooi. Nou, zin in. Ik ook. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik ook. 3, 2, 1. Cheers. Mmm. Wow. Ik vind het echt heel lekker. Maar ook als je geen blauwe kaas lust, is het lekker. Hij is niet zo erg. Niet zo heftig. Ja, maar je proeft het wel. Oh, op het einde proef je hem. Maar dat vind ik wel lekker. Mmm. Oh, knoflook had ik. Mmm. Mm. Dit is heel goed. Oh, lekker dit. Ja. Ja, dit is een blijvertje. Oh, dit is lekker. Dit is heel, heel lekker. Volgens mij eet jij ook lekker met die lippen van je. Heerlijk. Net als bij Monica. Als hij een hapje neemt, ziet het er zo lekker uit. Volg je Monica? Wie volgt Monica niet? Volgens mij volgt iedereen Monica. Iedereen volgt Monica. Ach, ik hou van haar. Het meeste waarom ik van haar hou is omdat ze scheid heeft. Ja, ze scheidt aan alles. Alles. Dat vind ik heel leuk aan haar. Wij gaan maken mini kerstman cheesecakes. En ik hoop nu dus dat jij cheesecake lust. Maar als je het niet lust, maakt het niet uit. Dat lust ik. Yes. Ik heb het expres niet aan je gevraagd. Omdat ik het dus dacht, als je niet van cheesecake houdt, weet ik zeker dat je dit recept lust. Ja. Want er komt zoveel meer bij kijken dan alleen de cheesecake. Ja. Het worden hele kleine cheesecakejes. En we gaan er ook nog een cocktail bij maken. Heerlijk. Dus we zijn eventjes bezig. Maar dat maakt niet uit. Nee. We gaan dit maken omdat het is echt zo klein. Ik heb vaak dat je dan denkt, ik wil nog wel een toetje, maar ik zit zo vol. Ja. En als je dan zo'n groot stuk voor je krijgt, dan wil je het toch opeten, terwijl je eigenlijk niet meer wil. Ja, en dan explodeer je de hele avond. Ja. Ja. Dus hierbij heb je een recept om genoeg kleine cheesecakejes te maken. En als mensen er 2 of 3 willen, ook prima. Maar met eentje heb je toch je toetje gehad en dan nog die cocktail erbij. Ja, heerlijk. Dat is gewoon perfect. Heerlijk. En cheesecake is heel makkelijk voor te bereiden. Je kan, ja, het in de koelkast, je moet het zelfs eigenlijk 12 uur van tevoren maken. Dan, ja, wordt het lekkerder. Oké, de ingrediënten. 1 rol Oreo Double Stuff. Waarom Double Stuff? Omdat we de vulling gaan gebruiken. Mocht je hem nou niet kunnen vinden, maakt het niet uit. Maar
we gaan iets met die vulling doen. Dus hoe meer vulling, hoe blijer we zijn. Hoe meer vulling, hoe meer vreugde. Dit heb je nodig voor de bodem en voor de topping. 40 gram gezouten roomboter. Dit heb je nodig voor de bodem. 200 gram roomkaas, waarvan 150 voor de cheesecake en 50 voor de topping. Voor de cheesecake hebben we nodig 30 gram suiker. Ook voor de cheesecake. 10 gram bloem. Alles wat ik nu zeg is voor de cheesecake. Dit ook, namelijk zest van een kwart citroen. Dus geraspte schil van een kwart citroen. Een half vanille stokje voor de cheesecake, maar ook een half vanille stokje voor de topping. Oh. 1 ei voor de cheesecake. 60 gram gesmolten witte chocolade. Gewoon lekker cheapy. Ik leg ook alles bij jou, ik weet niet waarom. Ik zorg er goed voor. En voor de cheesecake hebben we nog nodig 25 gram 30% crème fraîche. Ik heb nu ook gewoon een cheap merk, boeit allemaal niet. Nee, boeien. Voor de topping hebben we nog nodig 150 gram poedersuiker. En als laatste voor de topping hebben we nodig aardbeien. We gaan door naar de... We gaan door naar de how-to. Ja. Wij gaan 40 gram boter wegen. Oké. Okay. Want die gaan wij smelten. Ik gebruik dus zouten boter. Dat vind ik heel lekker. Dit wordt de bodem. Mm-hmm. En dat... Is het te veel? Oeh, 43, dat kan. Ja, dat kan net. Zout bij zo'n koekjesbodem maakt het echt heel lekker. Delish. Ik dacht dus, hoe leuk is het als je een bodem maakt van Oreo koekjes om ook iets met de vulling te doen. Ja. Dus ik heb bedacht dat we de vulling gebruiken voor de frosting. Heel lekker. Ja, wordt heel lekker. Dus valt er uit elkaar. Zij gaat even de boter smelten en ik ga ondertussen dus het witte scheiden van het zwarte. Ik heb het eventjes voorbereid en ik dacht dat scheelt tijd. Je kunt dus je koekjes heel mooi gaan fijnmalen in de keukenmachine. Maar ik weet dat heel veel mensen iets hebben van, ja Charlotte, leuk dat jij een keukenmachine hebt, maar ik wil het gewoon zonder doen. Dus dat kan ook. Hoppa. Zo. De boter is gesmolten. Geweldig. Dan gaan we lekker snel. Ja, ik dacht jongens, ik heb het sowieso even geoefend. Want het is een oud cheesecake recept van mij die ik een beetje vermakkelijkt heb. Verwoord, versimpeld heb. Vereenvoudigd. Vereenvoudigd heb. Dus die heb ik even getest. En kijk, hier hebben we mooie kruimeltjes. Hoppakee. Wat satisfying. Lekker hè. En we gebruiken dus precies 1 rol koekjes. Wil je roeren? Ja. Oh. Dit is al onze bodem. Ik heb nog nooit zoiets geroken. Het ruikt zo lekker. Het is lekker, hè? Bizar. Het is ook die zoute boter met die Oreo is echt fantastisch. Ja, het is wel goed hoor. We kunnen hem al vullen. Ja? Ja. Ongeveer zo'n schepje doen we dan in een bodempje. Soep. En dan een beetje uit te pletten. Ja, ik had dus iets gevonden. Volgens mij was het deze. Oh, ja perfect. Ja, ik denk dat hij misschien dat het schepje net iets te groot was. Doe maar een klein beetje eruit. En als je heel perfectionistisch wil doen, dan laat je die randjes een beetje vrij. Maar het maakt niet heel veel uit, jongens. Het boeit niet heel veel. Zo'n beetje de randjes zo. Oh. Ja. Vind jij dit leuk om te doen? Prima. Oké, dan mag jij dit doen. En dit zetten we zo even in de koelkast, wordt hij lekker hard. En vroeger weet ik dat ik... Deze aflevering is echt erg. Dit gaat echt niet de goede kant op. Het is kerst, vandaag mag alles anders. Maar vroeger weet ik dat ik dit in de oven nog even deed om te bakken. Maar volgens mij wordt hij dan wat harder en ik vind het eigenlijk wel lekker dat je niet zo'n keiharde bodem hebt. Oh, dit labeltje is echt perfect. Ja, helpt zo goed met alles. Ja. Geweldig. Ik probeer maar even een standaard te zetten voor alle andere gasten. Be aware, jongens. Ja. Ik ga denk ik even vast een citroen raspen ondertussen. Want dat hebben wij nodig. Nou, dit mag jij dan ook doen, ik weet dat je het zo leuk vindt. Alsjeblieft. Je mag een kwart, of moet ik het doen? Nee, ik wil het graag doen. Je mag een kwart citroen raspen. Doe maar lekker die fijne stand. Ja, als het goed is, komt het straks aan de binnenkant allemaal. Dan kan je het eraf vegen. Ja, dag. Oh ja, dit is mijn geitenkaas. Geitenkaas? Ik kreeg geitenkaas opgestuurd van iemand. Je hoort mij ook gewoon als ik beneden ben, hè? Hi. Goedendag, een pakketje. Ja. Ik heb alleen nog een krabbeltje bij je nodig. Oké. Okay. Woep. Waarom bestelt hij mij het geitenkaas? Deze. Waarom? Nee, ze kreeg van iemand. Welke naam mag ik noteren? Charlotte. Geitenkaas. Ik heb even een shampoo nodig. Geitenkaas. Dankjewel. Doei. Ik snap hier helemaal niks van. Geitenkaas. Ja, ik had mensen gevraagd of ik wat voor een kerstpakket mocht ontvangen. En toen zeiden ze, ja, dat is niet zo handig met geitenkaas. Maar we willen je alsnog wel geitenkaas opsturen. Oh, wat cute. Kijk, hoeveel heb je nu?
Precies niet. Nee, maar volgens mij hoeft het ook niet heel veel. Kijk, als ik zo doe, wordt het veel meer. Ja, ik doe altijd dus zo. Kijk, lekker met je hand. Snijdt het dan niet in je vinger? Nee, want die rasp is aan de buitenkant. Perfect. Het is echt net een touch-off. En is het genoeg? Ja, met de witte chocola gaat dit zo heerlijk zijn. Eigen recept, ja, ja, ja. Ja, not to toot my own horn, but... Wat? Kijk die TikTok? Nee. Okay. Ik kijk alleen jou op TikTok. Dit... Ah. Nee, maar dit vind ik dan weer heel jammer, want dan leg ik weer iets uit en dan lijk ik echt een soort debiel. Ik heb echt allemaal... Dat is een andere generatie. Nee. Oh. Pas niet. Jij mag wel chocola smelten. Ja, technisch gezien wel natuurlijk. Ja, wij zijn echt heel maar erg... Maar jij een millennial dan? Ja, toch? Ja. Jij bent toch Gen Z of zo? Ja, ik ben Gen Z. Ja, ik weet dat allemaal niet wat dat precies is. Welk jaar ben je geboren? 93. Oh, ja, dan ben je millennial. Nice. Is dat goed of niet goed? Ja, het is hetzelfde generatie als mijn ouders. Zijn moeder is 41. En mijn moeder is 41 jaar oud. Ik scheel minder met jouw moeder dan met jou. Met jou scheel ik 12 jaar, met haar 11. Shock. Ja, maar ja, dan zien we maar weer leeftijdsmaaggetal. Dan denk ik, ja, op zo'n moment denk je dan, oh my god, wat erg. Nou, ik ging vroeger altijd al met jongere mensen om eigenlijk. Ik juist altijd met ouderen. Ja, maar dat is dus mensen, als ik dus jongere mensen leuk vind, dan gingen die juist vaak met ouderen om. Dat is ook wel logisch. Ja. Oh, 60 gram. Grappig. Ja. Ja, omdat ik jonge geesten gewoon leuk vind. Jij mag dit smelten. Kippie. Kijk, je hebt dus aubergine, dat ken jij wel. Ja, aubergine. Met een pannetje water onder. Cup. Heb je daar mee gedaan? Cup gekeken. Oh. Nou ja, je kan dat dus doen, maar als je even heel snel wat moet smelten, dan doe ik dus gewoon, hier is je vuur, ik houd er gewoon zo boven en doe een beetje zo. Oh ja. Dan ga ik ondertussen 150 gram roomkaas glad kloppen. Je wil niet dat er te veel lucht bij je cheesecake komt. Nu voel ik me net Miljushka. Want als er te veel lucht bij je cheesecake komt... Miljushka? Ken je die niet? Ja, ik geloof het... Ken je die niet? Ik geloof het wel, dat is toch zo'n televisiekok, ja, zo'n vrouw? Ja, zij is echt leuk. Zij is de cheesecake queen. Ik heb niet haar recept, maar zij zegt wel van... Als er te veel lucht bij komt, en iedereen zegt dat... Dan gaat dat daarna weer instorten in de oven. Dan krijg je dus van die scheurtjes, en dat wil je niet. Even kijken, hierbij gaat de suiker, de bloem, de citroenrasp zit er al in, vanille en de chocola. Hij mag dus hierbij. Oh, erbij in. Wacht even, ik doe eerst even de 30 gram suiker. Ik doe eerst even mijn... Dit wacht, kijk, daar gaan we hoor. Lekker. Dit is de magic touch, die citroen met... Oeh. Bijna jezelf verbranden, dat is niet aan te raden. Ja, citroen met witte chocola is amazing. Ik dacht dat even, daar ga ik, maar... 10 gram bloem. Sommigen doen maizena. Ik heb mijn recept van 8 jaar geleden opgezocht. 8 jaar. Toen was jij nog niet. Toen was ik nog niet eens geboren. Er gaat nu een ei bij. Ik ga die breken, mag jij hem roeren? Oké. Oeh, het mag niet misgaan. Ja. Oh! Sorry voor de herrie. Ja. Dat ging goed, toch? 25 gram, dat is echt allemaal heel weinig. 9. 27, helemaal prima. Helemaal prima. Kijk, weet je, in de middeleeuwen hadden ze ook nog geen oogschalen. Weegschaal. Weegschaal. En toen maakte Robert van Beckhoven toch ook al de lekkerste taarten. Dus, Wie is dat? Robert van Beckhoven? Ja, maar nee, ik ben niet goed in geschiedenis. Die man leeft nog. Oh. Ja, maar waarom zeg je dan de middeleeuwen? Ja, ik dacht dat dat een grap zou zijn. Ik snap geen eens. Dat was de bedoeling dat het een grap was, want die man nog leeft. Ik denk meteen, oh, het gaat over de middeleeuwen, dus ik weet niet wie je bedoelt. Dat is die man van Heel Holland Bakt. Oh. Kijk je dat niet? Nee, sorry, ik kijk niet zoveel. Heb jij wel eens een vanillestokje open gesneden? Nee, dus ik ben het heel... Moet hij er eerst uit? Hoe komt dat eruit? De crème fraîche moet je trouwens niet te langer door, inderdaad. Ja, helemaal top. Wat je dus doet, hem zo in het midden open ritsen. Maar dat niet dat je hem helemaal doorsnijdt. Dat hij open gaat. Ik moet zeggen dat vanille-extract is ook hartstikke lekker hoor. Maar in mijn supermarkt hadden ze alleen aroma. En dat is nep. En dat is minder lekker. Ja, toch? Dat is fake. Ja. Hij wil niet door. Nee, je voelt hem wel als hij er doorheen zit. Echt? Ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Goed zo. Oh. Ik heb dit zelf ook nog nooit gedaan, maar dit is echt... Ja, het zijn het. Dat is dus vanille. Ja. Dit is vanille. Geniet er maar van. Cool, hè? Volgende keer als je ijsje eet,
vanille. Dit. En dan, ik doe hem eventjes voor, maar je schraapt zeg maar... Soms denk ik ben er al, maar dan kan er nog veel meer uit. Kijk, zo schraap je echt dat er al dat zwart eruit. Er zit nog veel meer in. Hey, we hebben maar de helft nodig nu en de andere helft gaat hierbij. Zo. Oh, wat cool. Mag ik het er doorheen kloppen? Ja. Cool. Ja. Dit is klaar. Nu mogen we de vulling doen. Daar hebben we ze. Het moet niet overstromen, want sowieso gaat hij ook nog opstijgen. Dus echt zo precies gevuld. Wil jij zeker doen? Zeker. Dan ga ik ondertussen toch even de keukenmachine pakken. Heel eventjes. Kan ook met een staafmixer of iets, maar we gaan even die icing kloppen. Hierin gaat de icing met de vanille, die had ik er al bij gegooid. En dit is leuk, want hierdoor heb je echt een beetje een Oreo icing. Je zou ook boter erbij kunnen doen voor de stevigheid, maar ik hou niet heel erg van botercreme, dus ik kies daar niet voor. Ik doe er dus nog 50 gram roomkaas bij en 150 gram poedersuiker. Het is echt zo goed hard geworden, die bodem. Lekker, joh. Nou, wat ik dus zo leuk vind aan dit recept, is dat je alles voor meerdere dingen gebruikt. Dus die vulling gebruik je en het koekje zelf. En nu ook de 50 gram roomkaas die je overhoudt van je bakje, gebruik je weer voor de icing. Zodat je dat niet overhoudt. Dat vind ik dus top. Ja, dat is super chill. Dat was een beetje mijn goal. Dit ga ik nu even kloppen. Dit is de vanille met de roomkaas en de icing. Hoppa, Harry. Shake it up. Moet dit nog in de koelkast? Nee, dit gaat dus al de oven in. Kan ik het erin zetten? Even kijken hoor. Op hoeveel graden staat de oven? De oven staat op 180. Staat hij net iets onder de... Staat hij ongeveer op 170 of niet? Ja, er net iets onder, ja. Oké, dat is top. En dan gaat hij dus in de oven voor... Ja, je moet het een beetje in de gaten houden. Ik hou er dus van bij cheesecake als hij echt een beetje bruin wordt. Ik hou echt van baked cheesecake. Ja. Maar hou je meer van deze kleur, dan moet hij wat korter. Ik doe hem ongeveer 25 minuten. Dat is best lang. Oké, ja, prima. En als hij dan klaar is, niet de deur open doen. Mag niet. Uur laten staan. Oh, want anders poept hij in. Ja, gaat hij breken. Dat willen we niet. Een bakje water onder in je oven is een tip. En een dag laten staan. Oké. Wordt het lekkerst. Oké, doe jij maar lekker in de oven. Ja, ga ik doen. Ik ga deze even verder kloppen. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Dit is hem nu en nu gaat de poedersuiker erbij. Dan wordt hij ook weer wat witter. Yum yum. Jij lust dus wel roomkaas, hè? Zeker. Mooi zo. Er gaat heel veel in omdat het anders niet stevig genoeg wordt. Dus het wordt heel zoet. Oké, mix. Ja, nu wordt hij heel lekker en mooi. Er is ook zo'n techniek en doe je zo. Oh ja, dat Sarah Ralst deed dat. Ver. Kijk, de icing is klaar. Wil je hem proeven? Ja, misschien wel. Want ik heb het al gedaan. Het is gewoon echt heel zoet. Maar je proeft wel de Oreo als het goed is. De frosting. Mm. Proef je Oreo? Vulling? Ja. Goed zo. Lekker. Ja, hè? Dit ga je dan in een spuitzak doen. Nou, nu is het grappige dat ik dat dus al heb gedaan. Tadaa, een spuitzak. Delicious. We moeten eventjes de strawberries ontkronen. Hoppa. Wow. Die is wel heel groot, zie je? Ja. En dan doe je ook een klein beetje. Een beetje dat hij in ieder geval vastgeplakt zit. En dan... Wauw. Hij is nog net te hard. Ik moet even een paar seconden wachten. Ja. 1. 2. Omcirkelen. Oh, ik voel de pressure. Ik weet niet of ik dit kan hoor. Ja, hij is nog vrij hard, dus je moet best wel hard drukken. Oh, wel cute. En dan krijgt hij ook nog een mutsje. Wil je ook? Leuk. Cute, hè? Ik kan en er komt ook nog sneeuw op. Want jij zo graag sneeuw wil met de kerst. Ja, I love snow at Christmas. Zo. Cute. Zie je, een kleinere kan ook. Maar moet je wel echt een dikke laag wit eromheen krijgen. Je moet echt hard drukken hoor, hij is heel hard nog. Je moet bijna je hand eraf knijpen. Ja, hij is nog een beetje hard. Pak ik maar pas mijn cocktailspullen erbij. Lukt die? Ik heb wel een beetje een andere soort spuittechniek gedaan. Oh, nou vind ik ook cute. Kijk hoe cute. Ah, wat cutie. Dan, de booze. Voor de cocktail. De ingrediënten zijn 45 ml witte chocoladelikeur. Mocht je dat niet hebben, kan je ook witte chocolade van Modin of zo doen. Maar ik heb echt een likeurtje. Lekker. 15 ml amaretto. 15 ml Baileys. 15 ml vanillevodka. 30 ml melk. Wij hebben havermelk.
En dan, om je glas mee in te smeren, de icing die je over hebt. Je hebt allemaal leuke kerstdingetjes. Dit zijn sterretjes, dit zijn zuursokjes, maar we gaan deze gebruiken. Echt in de kerst. Heel kerstig, ja. Dat is heel leuk. Wat dus ook kan, is om een zuurstokje fijn te hakken als sprinkle. Oh. Qua smaak weet ik dus niet per se of dit er heel lekker bij past, een zuurstokje. Maar ik wou gewoon even laten zien dat het echt een hele leuke manier is om je glas te garneren. Want het is natuurlijk een beetje pepermunt. Oh ja, dat is heel leuk. Dus het is wel een uitgesproken smaak, maar het is wel cute. Heel cute. Het originele recept is dus met deze sprinkles. Die zijn ook echt heel lekker. Lekker, hoppa. Huts. Dan gaan we dus ons glas insmeren. Kijk even hoe mooi. Oh, niet normaal. Wauw. Heb je ooit zo'n mooi randje gehad? Nee. Ik ook niet. Het is schitterend. Dit is niet normaal. Nu mag jij. Oh. Ja, nu ga ik. Oh, dan doe ik wel zuurstof. Dat is wel leuk. Ja. Moet er een hele dikke laag om dat glas? Ja, maar dat is helemaal niet erg dus. Heb ik ook. Sorry, je hebt ook echt een lekkere rand. Ja, ik heb ook een lekkere rand gespoten en ik ga het proberen met zuurstok, want het is toch jammer om dat dan niet te doen. Testen, precies. Blijft het plakken? Ja, het is zo mooi. Ik denk, voor de kijkers thuis, beter sprinkles. Dat de sprinkles iets makkelijker is, maar het ziet er wel, als het echt helemaal lukt, ziet het er echt heel leuk uit. Ja, kijk, het lijkt wel een beetje een soort ijskristal bijna. Ja, ik vind het ook heel mooi. Oké, dan gaan we de cocktail maken. Wij gooien erbij. Witte choco. Witte choco. Ik ben heel benieuwd hoe dit ruikt. Heel lekker. Oh. Lekker, oh, waar ruikt dat nou naar? Heerlijk. Lust jij wel bitterkoekjes smaak? Ja, zeker. Okay. I love bitterkoekjes. Want je kunt de amaretto dus ook weglaten. Hij is best wel overheersend. Maar ja, het is wel een koekjes vibe. Dus daarom doen we het erbij. En als laatste de milk. Wil je nou een hele sterke cocktail, kan je ook de melk weglaten. Wil je nou geen sterke cocktail, kan je ook meer melk doen. Zo werkt het. Dan mag er nog ijs bij. Mag jij doen. Waar is het ijs? Mag ik het schudden straks? Ja hoor. Woehoe. You want a shake, baby? Ja. Oh. Okay. Goed erop doen. Daar gaan we. Niet door de hele kamer laten vliegen. Oh, met één hand netjes. Met twee handen? Nee, ja, als je dat kan met één. Ik kan het met één. Nou, ik ben echt heel kinderachtig voor een 30-jarige. Mijn DM's staan open. Nou, nee. Wat? Helemaal niet. Wel? Oké, maar alleen stoere mannen die niet vreemd gaan. Een stoere man moet je zijn en betrouwbaar. Toch? Ja. En gewoon lief. Ja. Maar niet met een, als je een cadeau geeft, niet zo groot. Nee. Zeg maar niet zo'n groot cadeau en het hoeft ook niet... Je hoeft ook niet helemaal naar Zeeland te komen. Nee. Ook niet als het uit is. Ook niet ongevraagd en niet als het uit is. Nou, dit is wel goed geshaked. Oei. Wat ik dus leuk vind... Oh, ik heb helemaal niet verteld hoe deze cocktail heet. Hij heet dus de Sugar Cookie Cocktail. En hij heeft een heel lichtbruin kleurtje, maar niet te. Waar hij nog wel een beetje... Ik vind het een heel kersterig kleurtje. Ja, en we hebben ook nog deze. Zet het laatste restje eruit, vind ik. Zal het even eerlijk verdelen. Goed zo. Kijk, hier krijg je dus nog wat meer ermee uit. Oh. Vooral het schuim. Ja, zo'n ding is echt heel handig. Oh, toe. Ik wou zeggen, wat cool. Maar kijk even hoeveel foam er nog uitkomt. Ja. Zie je dat? En dat is echt super lekker. Nou, nah. Dit is toch wat je wil hebben als toetje. Sorry, het spijt me ontzettend. Maar als ik iets anders zou krijgen dan dit aankomende kerstmis, dan zou ik echt gaan huilen. Hoe leuk die sneeuw. Woehoe. Dit wil je. Heer, oh, gaan we taste testen? Absoluut. Taste test. Ik weet niet hoe ik hier een hapje van ga nemen. Mijn is heel groot, mijn aardappel. Ik ga wel happen. Ik doe misschien wel even gewoon een... Dat is heel lekker. Dit is zo lekker. Ja, hè? Dan proef je dat die bodem zacht is, maar dat vind ik dus chill. Dat je niet zo'n harde bodem hebt, maar je kunt dus ook de bodem bakken als je wil. Nee, ik vind het lekker zo. Ik ook. En dat is chill, hè? Heel lekker. Ik vind hem zo goed in balans. Ja. En dan is een slokje van dit erbij. En dan moet je dus ook echt een beetje die frosting eraf likken zo. Nou, dit is wel de taste test of de... Oh ja. Zuurstokfrosting lekker is. Dat is een heel goed zoetje. Nou, ik vind dat stiekem misschien wel lekker. Ja, misschien wel. Daarom moesten we het even testen, vond ik. Want het ziet er wel heel leuk uit. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Doe je ook zo likken? Ja? Je tong, ik ook.
Mm, hebben over frosting, lekker. Mm-hmm. Oh, ja, gaat ook heel goed. Oh. Nou. Tandpasta, maar op een goede manier. Ja, want normale ja, want normale tandpasta is stom. Daarom poets ik ook niet mijn tanden. Misschien vind ik het nog wel lekkerder. Ja, misschien wel, hè? Dit is een soort frisje. Ja, maar op een gegeven moment ben je misschien weer zat. Ik weet niet. Ik vind het allebei heel lekker. Je balletjes zijn wel heel klein. Ja. Ja, ik vind het allebei wel prima. Ik ook. Dus ik zou gewoon kiezen voor de looks. Ja, of als je, waar je, hou je van pepermunt, dan is het leuk. Mmm. Delicious. Ja? Mm. Enig. Wat vind je dan van de cocktail zelf? Lekker. Ja. Sugar cookie-achtig? Ja. Echt een soort koekje, lekker winters. Heel lekker. We gaan dus voor hem gaan afsluiten nog een kerstpakket weggeven. Oh, ja. Wat leuk. Leuk, ik ga hem even pakken. Tam, 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 tam. Wauw. We gaan dus nog een kerstpakket weggeven. Doe dat. Hij zit helemaal vol. Bizar. Wil je nou weten wat er precies allemaal in zit? We gaan even een paar dingen laten zien hoor. Sowieso krijg je een leuke schaal dat je zelf ook mini cupcakes kunt maken. Lovely. Leuk hè? Dan kun je dit recept volgen. Ja. Ja. En een spuitzak. Ja. En mini vormpjes, want dit is zo'n blik waar je vormpjes in moet doen. Dus geen siliconen. Zuurstokken. Je kan ook je eigen gingerbread house gaan maken. Oh, dat is zo leuk. Heel leuk. Goed date idee ook. Oh ja, dat is echt knus. Samen een gingerbread house in elkaar. Ik heb zin om dat nu met jou te doen, maar jij bent hier al 17 uur. Dus... Ja. Ik moet ooit nog. Ooit nog naar huis? Ooit nog. Maar goed. Dit zijn kerstkrantjes. Dit zijn naamkaartjes. Ja. En we hebben ook nog menukaartjes. Oh, en ik zie chipjes. Ja, wil je dan weten wat er allemaal in zit? Ga even naar Instagram. Reageer eerst even onder deze video dat je dit pakket wil winnen en waarom. Like, abonneer en ga dan naar Instagram en daar zie je verder de post met alles wat erin zit en wat je moet doen. Leuk. Leuk hè? Heel leuk. Ik heb voor jou nog een leuke babbelhapfles. Echt? Ja. Voor jou heb ik een zuurstok. Dankjewel. En een flesje. Dit is echt heel cool. Ik dacht dat jij zo'n Galaxy print wel leuk zou vinden. Heel leuk. Ik vond het wel echt heel gezellig dat je er was. Het was echt heel gezellig. Ja, ik vond het ook heel gezellig. Hè? Als je ook nog iemand nodig hebt, een gast te vullen. Ik kom terug. Ik vond het heel gezellig. Ik heb echt genoten van deze aflevering. Ga je niet allemaal om Stijn te volgen overal. Hij is echt... Je bent echt precies hetzelfde. Dat vind ik wel heel leuk. Dank je. Ik ben wel mezelf, maar ik ben niet altijd zo. Nee, tuurlijk niet. Het is niet dat ik alleen op mijn kamer zit en dat ik dan, dat ik dan een soort rondjes aan het springen ben. Nee, dat is verder absoluut ben je niet echt zo. Exact dezelfde persoon. Dat vind ik zo fijn. Dus het was echt heel gezellig. Je weet het maar nooit als je met iemand afspreekt die je niet kent. Natuurlijk. Ja, hetzelfde gaat als ik een lul. Ja. Deze video duurde waarschijnlijk veel langer dan de andere afleveringen, maar het was gewoon heel gezellig. Ja. Ga alles namaken. Ga naar Instagram. Doe mee aan de winactie. Vergeet zij niet te volgen. En dat was het denk ik wel. Ja. Oké. Okay. Doei! It's a wrap. It's a wrap. Ik ga het echt delen op mijn Insta als die uit is. Oh, dat vind ik echt lief. Ja. Het is wel grappig. Ja, maar het is niet heel praktisch. Wel grappig. Ja, maar het is niet heel praktisch. Oh, kijk hoe dun deze.